Elk bedrijf zal zich moeten houden aan de geldende arbeidswetgeving. Er is geen uitzondering voor multinationals, zei minister Stephen McAndrew gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van diverse arbeidswetten. McAndrew zegt dat in het vervolg er goed nagedacht moet worden alvorens er blanco uitspraken worden gedaan alsof multinationals zich niet hoeven te houden aan arbeidswetgeving. En u weet, voorzitter, ik heb altijd gezegd van you cannot pick and choose welke wetten je wil naleven. Wetgeving in Suriname is wetgeving, dus ook arbeidswetgeving, daaraan zal men zich moeten houden. Om zodoende ervan verzekerd te zijn dat de beleidsuitgangspunten, het beleid van het ministerie voor wat betreft realisatie van decent work, niet in gedrang komt in Suriname of in delen van Suriname. De minister erkent dat de arbeidsmarkt in Suriname zeer gedifferentieerd is. Volgens hem kan er niet van uitgegaan worden dat wat in de CAO staat in bepaalde grote bedrijven, dat ook ingang heeft gevonden in kleine of middelgrote bedrijven. Dus daarom is het toch wel goed dat we bepaalde zaken in acht blijven nemen, voorzitter. Uiteraard, en dat realiseer ik me volkomen, moeten we verder gaan met de modernisatie van de arbeidswetgeving in Suriname. En ik weet, voorzitter, dat er al een aantal wetten gedeponeerd zijn bij de DNA, waar de integrale behandeling van zaken die vandaag genoemd zijn, zal plaatsvinden. De Nationale Assemblée gaat morgen door met de behandeling van de arbeidswetten.